De functies bij het constitutioneel hof zijn nu allemaal ingevuld. De beëdiging van de twee leden, Risha Apensa en Gita Prasad Gangaram Pandey, tot respectievelijk vicevoorzitter en lid, vond gisteren plaats op het presidentieel paleis. Akesh Kumar Kanhai werd later op de dag tijdens een kennismakingszitting van het hof door voorzitter Gloria Steerling beëdigd tot secretaris. Met deze benoemingen kan het orgaan nu optimaal functioneren, zegt president Chandrika Prasad Santokhi. De heer Amoksi heeft bij het aanvaarden van het ambt van minister zijn ontslag ingediend, waardoor de functie van vicevoorzitter vakant werd. Mevrouw Akal Ramotar heeft wegens persoonlijke redenen haar functie ter beschikking gesteld. Door het ontslag van deze twee leden kon het hof niet optimaal functioneren. En het was vervolgens de taak van de Nationale Assemblée om voordrachten te doen ter invulling van deze posities. Na screening zijn de volgende personen geschikt bevonden om de opengevallen functies bij het hof te vervullen. Het staatshoofd geeft verder aan dat de nieuwbakken leden een behoorlijke bagage hebben. Er hoeft niet getwijfeld te worden aan hun functioneren in het werk dat zij zullen verzetten. De wet schrijft voor dat verzoeken door de secretaris of plaatsvervangend secretaris in ontvangst moeten worden genomen en worden ingeboekt. U begrijpt dan nu de kreet van de voorzitter van het constitutioneel hof. Dat ze niet kon functioneren en het hof niet kon functioneren. Om deze leemte op te vullen is de heer Rakesh Kumar Kanhai voorgedragen en benoemd tot secretaris van het hof door de minister van Justitie en Politie. Mijn mensen, door deze benoemingen is het hof weer voltallig en kan het vanaf heden weer normaal functioneren. Voorzitter, constitutioneel hof. Ik weet dat u nog meer zaken heeft die nog gerealiseerd moeten worden. Met de nieuwe leden is het wettelijk weer mogelijk verzoekschriften in te dienen vanuit de samenleving. Het constitutioneel hof is een onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan dat zich als zodanig nog met wetgeving, nog met rechtspraak inlaat.